Het is koud. En dat blijft het voorlopig nog wel even. Waar veel Amsterdammers juist genieten van de sneeuw, is het voor veel daklozen een moeilijke tijd. In de zomer is dakloos zijn ook al zwaar. Laten we dat ook niet vergeten. We leven in Nederland waar het ook veel regent en koud is in de zomer. Maar nu in de winter is, ja, om jezelf warm te houden, dat lukt gewoon niet. En daarom springen Amsterdamse hotels bij. En dat gebeurt in deze kou steeds vaker. Onder andere STOK en ENO-hostels helpen bij de noodopvang. Maar ook het Kimpton De Witt Hotel in het centrum opende zaterdag haar deuren. Kijk naar buiten. Het is denk ik niet weer om onder de brug te slapen of in een portiek. Wanneer het zoveel graden onder nul is. Dus van daaruit staan we ook graag de deuren open om ons steentje daarin bij te dragen. Zijn deze hotelplekken nodig? Zijn er genoeg opvangplekken voor daklozen op dit moment? Er zijn genoeg opvangplekken voor daklozen op dit moment. Ja, wat er gebeurt in de noodnachtopvang nu van corona, die begon met 350, 400 plekken in verband met corona, noodnachtopvang. Die is uitgebreid eerst naar 500 plekken en die zit nu vanwege de weersomstandigheden op 600 plekken. Het is zo dat mensen kloppen er wel meer aan nu het zo koud is. Dus die zoeken toch ook die noodnachtopvang wel op, al mede ze hem eerst. Ze gaan er nu toch echt wel meer heen. Het is ook gewoon niet te doen natuurlijk om buiten te slapen, laten we eerlijk wezen. Szilard uit Hongarije is een van de daklozen die in het hotel slaapt. Hij raakte in de eerste lockdown zijn baan en zijn huis kwijt. Ja, ik was sleeping in a street more than 1 year. It's really like I'm dreaming or something. It's amazing because you can sleep here. Yeah. Wat wij natuurlijk hopen is dat andere hoteliers of instanties geïnspireerd raken en ook een steentje bijdragen. Want als ik het zo zie en hoor, is er wel vraag. Echt even een eigen plekje om rustig te kunnen slapen zonder bang te hoeven zijn. Ja, dat is natuurlijk heel waardevol en daar komen ook weer hele mooie dingen uit voort. Men kan even heel rustig nadenken over het leven, wat ben ik aan het doen en misschien dat weer andere mooie dingen voor ze teweeg brengt.